Ja, wel mooi wat je net vertelde. Je zei dus eigenlijk het leven trakteert je vanzelf wel op de dingen waardoor Ja. de veranderingen plaatsvinden. Ja. Daar hoef je niet naar op zoek. Je hoeft Eigenlijk niet. niet. Als je dat dus, en daar komen we weer terug op dat punt van geïnteresseerd zijn, als je daar dus niet acht op slaat, geen acht op slaat, dan ga je boekjes lezen en leraren zoeken of leraressen of therapeuten. Of strikt genomen, alles is voorhanden en je hebt alles bij de hand wat je nodig hebt. Als het systeem een beetje redelijk functioneert, waarmee ik bedoel dat de hersenen niet helemaal fucked up zijn of dat lijf niet alles onmogelijk maakt. En je bent gewoon bezig met dingen. Dan, je wordt constant aangesproken op waar je vasthoudt, waar je weerstand biedt, waar je forceert. Kortom, waar je onnatuurlijk bent. Continu. Het enige wat wij doen is van, omdat we ons vereenzelvigen met dat ego, die lopen we de hele tijd te verdedigen. In plaats van de situaties te gebruiken, de gaten daarin groter te maken. Maar ja, dan begin je langzaamaan natuurlijk niet meer te bestaan. Dat is. Ja, nou ja, exact. Dus, en dan komen we dus inderdaad bij dat punt van de angst om niet te bestaan, of wat ze dan sterven noemen of whatever. Ja, wat mij betreft, sterven is fun. Sterven is fun. Ja, tuurlijk, hoe meer er sterft, hoe meer ruimte er is voor iets echt. Ja. Alles aan mij, mij in de zin van ik-ego, is onecht. Het is niet erg verder, maar het is gewoon fake. Ja. Maar het heeft dus ook geen zin om daar het gevecht mee aan te gaan. Nee, Dus het is ook sterker geen nog. vijand of zo. Je hoeft alleen Ja. maar te zien dat het onwaar is. En met zien bedoel ik overigens niet alleen maar kijken met je oogjes, maar totaal ervaren. Dus zien is aanraken, voelen, waarnemen op alle mogelijke manieren met al je, laten we zeggen, innerlijke zintuigen. Echt contact maken. Als je dat echt doorkrijgt, dat wat er zit te jammeren in je of weerstand biedt gewoon nep is, omdat je dat voelt, dan valt het gewoon uit elkaar. Het is alleen maar een energiedansje. Het is niet echt iets. Nee. Ego is ook niet. Ego klinkt zo concreet en solide, maar het is eigenlijk alleen maar een zweem energie die je weerhoudt van helder kunnen waarnemen of van helemaal aanwezig kunnen zijn. En het ego aan zich, dat doet dat iets? Kan dat iets doen? Of is dat. In onze beleving, maar dat is dan alleen maar vanuit de beleving, onzicht belemmeren. Of aan de andere kant veiligheid bieden, net hoe je het zeggen wil. Dat doet het. Het maakt je tot iets, zodat je je concreet waant. Een soort verzonnen centrum. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja, en ik heb in die boeken van Jed McKenna ook wel eens gelezen dat we eigenlijk in onze kindertijd blijven steken. Ja. Dat volwassen worden ook betekent dat doorzien. Ja, en dat sluit heel leuk aan bij waar je er straks naar vroeg over die core dynamics. Bijvoorbeeld de weerstand tegen volledig voelen die ontstaat in de eerste 2, 3 levensjaar. Preverbaal dus. Dus dat zijn emotionele beslissingen om dingen niet volledig te voelen. Hersenonderzoek heeft aangewezen dat kleine kinderen hebben 6 tot 7000 spindelcels. Die zitten ergens in je voorhoofd. En die zijn voor emotionele verwerking. Iemand van 50 die heeft er 70.000. Dus die heeft veel meer capaciteit of hardware om te voelen. Alleen de beslissing is al lang genomen om dat niet te doen. Dus de gemiddelde mens reageert inderdaad als een 2, 3, 4-jarige op een emotioneel level. Ja. En blijven dat dus ook versterken. Met als gevolg dat allerlei energiereservoirs voller raken. Dus ik raak teleurgesteld in iets. Daar voel ik 20% van. Het filter gaat aan, de conditionering gaat aan, de rest wordt onderdrukt. Gaat in een bakkie, zou je kunnen zeggen. En zo word je energetisch steeds zwaarder en trager. Je schrikt ergens van, angst. 20% wordt ervan gevoeld of 30, de rest gaat in het bakkie en zo stapelt het zich maar door. En het wordt eigenlijk nooit doorbroken. Dus iedereen die heeft een gigantische rugzak, zou je kunnen zeggen, met onafgeronde emoties. Daar word je niet wakker door van, zou ik maar zeggen. En Nee. dat kost je bakken energie, want je moet het eronder houden en je moet ermee rondzuilen. Dus energie die je vanuit de natuurlijke toestand gewoon vrij ter beschikking hebt om te leven, te genieten, whatever, weet je wel, creatief te zijn, zou ik maar zeggen, die heb je niet ter beschikking, want het zit allemaal daarin geïnvesteerd.
Maar die rugzak in één keer afdoen, dat is ook... Dat komt zelden voor. Want dat is denk ik waar de mensen ook naar op zoek zijn. Hè? Geef me een naald om die ballon mee door te prikken, dat ik in één keer van al mijn negativiteit... Ja, dat is dus de andere conditionering. Probeer een uitkomst te forceren. Ja. En dat vind ik dus het grappige van spiritualiteit. Je hebt dus een systeem wat niet durft te voelen. Wat dus bang is om helemaal in het moment aanwezig te zijn. Ja. En dan ga je dat dwingen om in het moment aanwezig te zijn. En dat noem je spiritualiteit. Ja. Ik noem dat geweld. Ja. Dat kan niet. Het gaat ook niet gebeuren. Dus iedereen die gaat zich forceren om nu te zijn. Nou, dat lukt. Het beeld is alsof je een bal onder water houdt. Zolang je die druk uit, hè, zolang je meditatie... inzet, hou je die bal onder water. Zodra je loslaat, dan schiet die gewoon weer omhoog. En dat is waar ik heel veel gezien heb in satsang. En wat je ook ziet van mensen, die gaan dan een tijdje naar die en dan weer naar een ander. Omdat ze overal proberen een nieuw trucje te verzinnen om die bal onder water te houden, in plaats van bij wijze van spreken die bal op te eten. Want het is gewoon jouw troep. Het zijn allemaal stukjes van jou die je niet ontmoeten wil. Een stukje van mij is bang. En ik wijs het af. En ik wijs het weer af, en ik wijs het weer af. Maar het blijft aandacht vragen, en ik blijf het maar afwijzen. En dan zeggen mensen van, ja, ik loop hier al 20 jaar mee rond. Ja, vind je het gek? Je maakt nooit contact ermee. Dan moet je eens bij een kind proberen, weet je wel. Die constant zeggen, nee, nu niet, Jantje. Nou, op een gegeven moment gaat er een stoel door eruit. En terecht. Ja, het wil gezien worden. Uiteraard, die wil aandacht. Ja. Maar waar komt dan toch die angst vandaan om te voelen? Nou ja, dat zei ik net, van kleine kinderen hebben dus heel weinig capaciteit. Dus die voelen zich totaal overweldigd door emoties. Dat is doodsdreiging. Ja. En dus besluiten ze, dat is geen goed plan. Dat alleen zie je ook wel als een baby gaat huilen. Ja. Dan is het natuurlijk vuurrood en het loopt helemaal aan. En die kleutertjes ook, er gebeurt iets. En het is meteen gewoon of acting it out, of het is helemaal shut down, of... Ja. En dat is niet omdat het ettertjes zijn, maar ze kunnen het gewoon niet aan. Ja. Nou, en wij als volwassenen denken dat we het nog steeds niet aan kunnen. Dus we zijn confrontaties aan het vermijden. We lopen onze intuïtie te negeren. Gewoon allemaal uit angst. Ja, ik zit op mijn werk en ineens weet ik, I gotta go. Ja, maar ja, de hypotheek en wat zal mijn partner ervan vinden. En de kinderen wilden op wintersport. Dus dat gaan we niet doen. Het is gewoon angst. Angst om op waarheid of een echt signaal te vertrouwen. Ja. Dus je zou kunnen zeggen, de maatschappij waar we nu in leven, is daar ook wel een vertaling van. Hè? Want je kan je van alles verzekeren. Ja, sure. En sure. Overal zijn regeltjes voor en protocollen. Ja. En het wordt allemaal ingeperkt. Ja, yes, duidelijke doelen. Denken dat we alles onder controle kunnen krijgen. Zodra er ergens iets afbrandt, weer nieuwe procedures. Ja. Ja, dingen branden af. Ja, het gebeurt gewoon. Fact of life, weet je wel. Wees blij, kan je iets anders bouwen. Ja. Hans, als jij tot slot een advies zou hebben voor degene die nu zit te kijken... en die zich wel herkent in jouw omschrijving van... ik blijf maar zoeken, ik blijf maar lezen, ik blijf maar goeroe hoppen. Mm-hmm. Dan luidt het advies... Ja, kom maar naar mij. Kom maar naar Hans. En die draait je wel even... de nek om. Nee, het beste uiteraard is natuurlijk van ga naar jezelf. En dat betekent dus, waar we het een beetje over gehad hebben hier, van zoek gewoon eens een stuk pijn op en wees er eens mee. Kijk of dat gaat. Weet je wel, ontdek. Je zou kunnen ontdekken op eigen houtje dat je niet meer 3 jaar bent. En dat je gewoon met angst, pijn, verdriet kunt zijn. En het mooie daarvan is, als dat voelen werkelijk open gaat... dan kun je ook liefde veel beter voelen, kun je vreugde veel beter voelen, kan je space veel beter voelen. Want dat filter werkt op alles. Dus zodra de intensiteit boven een bepaald level komt, gaat die conditionering aan. En of het om intense liefde gaat of intense pijn, dat maakt dat filter niet uit. Die reageert op intensiteit. Dus ook een te groot wordend gevoel van ruimte, op een gegeven moment gaan mensen zich inperken. Dit is te groot, of ze roepen dan, mijn hart knalt er bijna uit. Ja, dat is gewoon precies die begrenzing die je gaat voelen. Ja. Je kunt ontdekken gewoon door dingen aan te gaan dat het niet nodig is en dat je geen 4 jaar bent. De levensbegrenzer mag eraf. Ja, sure. Het leven is veel leuker als je op volle toeren gaat, zeg maar. Ja. Mooi, dankjewel. Ja, thank you.